Hoi allemaal, hartstikke leuk dat jullie hier kijken. Mijn naam is Nancy, ik ben Mrs. Stiletto en vandaag laat ik jullie zien wat ik allemaal mee ga nemen op mijn backpackreis door Azië. Ik ga naar Azië op vakantie, ik begin in Thailand. Ik ga daarheen voor een bruiloft van een vriend van mij. En op de dag dat wij aankomen in Chiang Mai gaan wij eerst het diner hebben. En de dag erna is de ceremonie en de jurk die ik aan ga trekken naar de ceremonie. Die staat niet hier zo, die ligt hier niet tussen, want die neem ik mee in mijn handbagage. Maar dit is in ieder geval wel de jurk die ik ga aantrekken voor het diner. En deze kan ik eventueel de rest van de reis ook aantrekken. Hier zie je mijn bikinis liggen. Ik neem voor de zekerheid een 2-persoons reislaken mee, want we gaan nog verder rondreizen. We weten nog niet precies waar we allemaal terecht gaan komen. En daarachter zie je zo'n microvezel handdoek liggen. Dit is een jumpsuit, heel lekker luchtig. Dit is een jurk, die heb ik ook gekocht ooit in Thailand. Daaronder ligt nog een jurkje. En dan heb ik daar dat zwart met witte stippen. Dat is een klein jasje die ik eventueel ergens overaan kan trekken als ik het s'avonds wat frisser ga krijgen. Toen heb ik de combinaties gemaakt met een korte broek. Ik heb een korte broek bij me. Daarbij heb ik 2 shirtjes. Eentje is zo'n razorback en de andere is met spaghetti bandjes eigenlijk. Die 2 neem ik mee. En dan heb ik nog 3 t-shirts daar wat meer ernaast liggen. De t-shirts hier, dit is een lekkere losse. Dit is een nette en ik heb nog een witte heb ik bij me. Dus dit is echt een t-shirt en dit zijn wat lossere exemplaren. En dan heb ik nog een dun truitje bij me. Want wat ik zeg, je weet nooit als je in hoger gebied bijvoorbeeld zit dat het daar wat frisser zou kunnen zijn. Helemaal achterin zie jij mijn sportkleding liggen. Ik wil misschien nog wel ook yoga gaan doen. En anders heb ik gewoon alsnog een t-shirt of wat dan ook om aan te trekken. Ik heb 2 strakke broeken daarvoor, van die legging-achtige. Ik heb een sporttop met BH eigenlijk, met daarbij 2 losse tops die ik er overheen kan doen. En dan heb ik natuurlijk mijn seal bag, die gaat om mijn backpack heen. Dus dit is eigenlijk wat ik mee ga nemen aan kleding. Dan kan je nog verwachten dat ik er in ieder geval nog sandaaltjes bij doe. Ik neem nog slippers mee om op te douchen. Dat doe ik altijd op de camping in Nederland tot aan in een hostel in Thailand. En natuurlijk mijn toiletspullen. Dit is alle kleding die ik mee ga nemen. En op de dag van vertrek heb ik ook een lange broek aan, een shirtje met lange mouwen en nog een jasje. Zodat ik in ieder geval flink kan afwisselen. Met een fijne sjaal erbij, zodat ik altijd lekker warm ben en die kan ik altijd om me heen slaan, ook als ik op vakantie ben. Verder rest zal ik het nog aanvullen met boeken en natuurlijk wat elektronica, want zonder fotocamera kan ik niet door het leven meer. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Druk dan op de thumbs up. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Elke woensdag komt er een nieuwe video online. En van jou zou ik graag in de comments hier beneden willen weten wat jij de absolute essential vindt om mee te nemen als je gaat backpacken. Tot de volgende keer. Doei!